Christian Benteke-Liolo. Lukaku. Ja, en nu? Storic. Vermaelen. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Buitenspel. De Bruyne. Christian Benteke-Liolo. Ze strijden om de bal. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Storic. Ja, en nu? Knap verovert de bal daar op het middenveld. Diaz. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Storic. Bal weer terug. Ja, en nu? Oei, als die bal was aangekomen. En die is uit. Hoekschop. De keeper mag trappen. Hier zien we die tackle weer, Juri. De scheidsrechter vond het geel. En ik ook, als ik zo die herhaling zie. Doorgekopt. De Bruyne. Gaat die bal erin? Ja, en nu? Wat een vaart. Doelpunt. Christian Benteke-Liolo. Goeie tackle. Moet je dat zien? Storic, bal retour afzender. Hij werkt de bal weg. Komt hij bij een medespeler terecht? Hij glijdt erin, maar zijn noppen veroorzaken geen gevaar. Voorzet zou goed zijn. Gevaarlijk hoor, een voorzet vanaf de zijkant. Is er iemand om de bal aan te nemen? Sturridge! En die hand. Geplaatst schot in de kruising. Ja, die zit er goed in. Witsel. Daar ligt iemand op de grond. Wat kan dat zijn? Spierblessure. Lukaku. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Blijven de kaart op zak.
Daar krijgt hij een gele kaart voor, hoor. De paas lijkt goed te zijn. Wordt dit een doelpunt? Via de bal en terug. De doelman is goed bij de les en kan de bal makkelijk pakken. Geen probleem voor de keeper. Houdt die bal bezit. En het schot. De bal raakt de keeper en gaat alsnog over de lijn. We gaan rusten bij 2-1. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Het slechte weer drukt vandaag wel een stempel op deze wedstrijd. Denk alleen maar aan die blessure die we in de eerste helft gezien hebben. En zo begint de tweede helft. De Bruyne. Kijk eens, bal komt terug. Ja, en nu? Ja hoor, hij zet zijn ploeg weer op gelijke hoogte. Die bal zit er prima in. De keeper zat er nog aan bij dat schot. Hij was kansloos bij de rebound. Poel afgemaakt door de aanvaller die goed oplette. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Ze hebben de stand weer gelijk getrokken. Wat een knappe prestatie van deze ploeg. Cahill. Ja, goal. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hij gaat uitstekend langs de man. Ben benieuwd naar het vervolg. Lukaku. Witzel. Loopt zo de buitenspelval in. Hij is er bijna. Ze hebben de leiding gepakt. Ja, en het is nu zaak, Evert, dat ze de voorsprong nog verder vergroten. Of zou het hierbij blijven? Wat denk je? Nou ja, dat zou ik doen. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Die ging hard. Mispoes, wat zal hij daarvan balen? Hij heeft meer last van de regen dan hij had gedacht, zeg. Ja, maar dit is ook echt een voorbeeld van een mooi weervoetballer. De Bruyne. Dat was een opmerkelijk incident, zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart leiden. De scheidsrechter trekt geel. Lukaku. De Bruyne. En de bal gaat weer terug. Dat is geen goede plek om een vrije trap weg te geven. Dat is de tweede keer geel deze wedstrijd en hij kan dus vertrekken. Ja, rode kaart. Een gevaarlijke situatie. Hij is aan de bal, maar is zichtbaar vermoeid. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Goeie slijding. De scheids vindt het ook goed. Lukaku. Gundogan. Met die tackle herovert hij de bal. Miralias. Lukaku. Die bal is voor de doelman. Nou, staat gewoon goed op te letten.
Cahill. Witsel. Miraljas. Lukaku. Nog zo'n loepzuivere paas. Hij staat gewoon aan de verkeer. Ja, en nu? Mooie opbouw. Ze mogen een hoekschop nemen. Ze strijden om de bal. Witsel. Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Ja, dat is hem. Hij staat niet echt lekker te keeper vandaag, Jori. Dit is niet de eerste bal die hij uit het netje moet halen. Nee, hij heeft echt een off day vandaag. Het is dramatisch eigenlijk. Het zit hem helemaal niet mee vandaag. Ziet er gevaarlijk uit. Hij moest en zou die bal tegenhouden. De keeper komt goed uit en kan de bal pakken. Ja, maar ook die ballen moet je hebben even. De Bruyne. Christian Bentekeliolo. Gaat dit hem worden? Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Geweldige kans. Hij krijgt hem op de slot. Dat zou een verrekte spier kunnen zijn. In ieder geval heeft hij er knap last van. Mertens. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. De Bruyne. Houdt hij het hoofd koel? Miraljas. De bal wordt nu goed rondgespeeld. Lukaku. De Bruyne. En hij springt zo over die slijding heen. Alderwereld. Die paas zorgt voor gevaar. Een schot. Wat doet hij nou? Hoe kan hij zo'n bal nou missen? Door de regen, denk ik. Anders begrijp ik het ook niet. Philippe. Gundogan. Lukaku. Ja, en nu? Hij doet het. En hij zit erin. Als je keeper geen bal tegenhoudt, dan wordt de nederlaag onvermijdelijk, zo vrees ik. Ongelooflijk, hij houdt echt helemaal niks tegen. Ja, en dit is natuurlijk geweldig om het zo af te sluiten. Ze stonden al voor, maar dan nog dit doelpunt erbij. Fantastisch. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Bal gestopt, maar komt terug. De scheidsrechter blaast op zijn fluit. De wedstrijd eindigt in 5-2. Een fraaie overwinning en een hele belangrijke ook. Want ze zijn nu in één klap uit de degradatiezone. Nou, dit was echt een hele belangrijke. Alle machtig doelpunten.